hoe langzamer je doet. Ik ben Calvijn, inmiddels misschien bekend als YouTuber, maar ik ben geboren en getogen op een boerderij. In samenwerking met Rabobank neem ik mijn bekende vrienden één dag mee naar een boerderij om erachter te komen of ze zich staande weten te houden op het platteland. Geen glitter en glamour, maar koeien melken, trekkerijen en van dichtbij zien waar ons voedsel vandaan komt. Dit is BN'ers op de boerderij. Ben je wel eens op een boerderij geweest? Nee, nog nooit. Nog nooit? Wacht, jawel. In Marokko sowieso wel. Wij kregen vroeger altijd in Marokko kleine kuikentjes. En die moesten we dan opvoeden totdat het kippen werden. Nou, dat is hartstikke mooi. Toch? Ik zeg je eerlijk, wat ik echt niet wil doen, maar als het moet, dan zou ik het wel doen, is koeienpoep opschenden en zo. Want dat is zo drapperig, zo nat. Ja, maar je hoeft het niet met je handen te pakken. Ja, maar wat stil. Je hebt daar apparatuur voor. Dit is Selma Omari. Selma maakt muziek, zoals dit. En dit. Met 432.000 volgers loopt ze te shinen op Instagram. Maar, en laten we dit niet onder stoelen of banken steken, ze is ook de ex-vriendin van rapper Boef. Jij komt uit Rotterdam. Hm? Beetje Marokko, beetje Oldenzaal. En Irak. Een combinatie van alles. En Irak. Irak ook. Ja. Ik kom gewoon uit Groningen. Ik heb nog nooit zo'n groot verschil gehad tot mijn gast. Okay, en dat vind dat ik zo leuk aan vandaag. Ja. Welkom. Nee joh, ik heb dit ooit gedaan, hè. Yoga hiermee. En dit vind ik kapot leuk. Oh my god. Zo leuk. Waar gaan we naartoe dan? Nee, op geitenboerderij. Maar ik heb ooit geitenyoga gedaan, guys. Deze vrouw is veel te enthousiast. Dit is geen goed teken, mensen. Ik hou mijn hart vast. Dit is Boer Gijs, 28 jaar en geitenboer in Drunen. Hij heeft 1300 geiten en 350 lammetjes. En die geiten moeten gemolken worden. En ik heb zo het idee dat Selma daar prima bij kan helpen. Oh, lekker! Calvijn, goed bezig! Ja, maar ja, dan weten al die geiten straks je naam. Dat is fantastisch. Ja, ik ga dit heel stylish maken. Nou, let's milk some goats. Nou, Selma. Oh. Welkom. Ik zeg maar echt veel geiten, maar. En nou op bokken. Ik heb al dat rode bakje. Nu komt het erop aan, dames en heren. Selma was natuurlijk enthousiast in de auto, hè. Een beetje, oh ja, gaaf, leuk. Maar ja, nu sta je ertussen. Tussen die beesten. En nu is wel even wat anders. Je moet alleen ook goed opletten dat de spener recht ingaat. Zo, maar dit is geen halve tepel. Nee. Gaat het goed, hè? Nou ja, kijk, ik heb er al 2 aangezet. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Easy. Oké, wacht even. Ik moet even wennen, oké? Oké, dan moet je deze pakken, maar je moet hem in één keer halen. Oké, ja. 1. Ja. Yes! Rustig. Mijn aura is gewoon stil, hè? Hallo, ga jij ook nog je handen vies maken? Nee, ik kijk even hoe jij het doet. Wow. Ik zit echt... Ik ben me kostelijk aan het genieten hier al. Wist je dat als een geit 1 keer zwanger is, dat hij altijd melk kan blijven geven? Wow, heel. Maar hoe vaak krijgt een geit een lam? Sommige geiten die krijgen maar 1 keer een lammetje, zeg maar. Dus hè, ze worden geboren. En als ze dan 7, 8 maanden oud zijn, dan worden ze gedekt. Sommige is dat genoeg, dan blijven ze gewoon 7, 8, 9 of 10 jaar melk geven. Wow, heel. Zelfs nog een beetje warm. Oh ja, het is gewoon warm. Verser dan dit ga je niet krijgen natuurlijk. Nee. Hallo, proosten. Had je voor de sfeer. Het is lekker. Het is eigenlijk gewoon iets zoetere koeienmelk. Ja. Ja, Safi. Drink maar op als je het zo lekker vindt. In principe kun je van een geitenmelk precies hetzelfde maken als wat je van koemelk maakt. Ook kwark. Ja, kwark, yoghurt. Chocola. IJs. Ja. IJs. Geit ijs. Wordt dat geëxporteerd? Van onze melk wordt alles in Nederland verwerkt tot kaas. Oké. En dan gaat hij als kaas wel vooral naar Duitsland. Hé! Hey. Kijk dan, ze vreten gewoon een hele bende. Hé, joh. Ah, ik ben gebeten op mijn knie. Wat is dat dan? Wat doe jij? Ja, ik weet, dit zijn echt lekkere overalletjes, ik weet het, maar... Wat eten ze? Ze krijgen gras en mais. Daarnaast krijgen ze bierborstel, dat is het restproduct van het bierbrouwen. Velbonen en tarwe, dat telen we ook zelf en dat is voor het eiwit. De helft ongeveer maak je zelf? Ja, 70%. We proberen het liefst gewoon 100%, maar dat is
zal helemaal niet lukken. Hé, hey, maar ze zijn aan het smullen, jongen. Dat is niet normaal. Pull up! Hey, hoeveel kost dat nou, zo'n ding? 15.000. Godsamme. Zo, kan je 15.000. Dikke merrie mee halen? En daarachter staat er eentje die kost 100.000. Kan je nog dikkere merrie mee halen? Ja. Hey, ja, dus als jij het nou losgooit, dan doe ik met mijn handen zo erin. Ja. Hé! Hey! Hij wil grappig doen, hè? Jongens! Kijk, nu moet je uitkijken. Laat geen glas open. En nu? Het zijn scherpe gereedschappen. Waag het niet, ik zweer het. Nee, natuurlijk niet. Ik zweer het je, nou ga je het krijgen ook. Ik zweer het. Voor nou uit. Gijs, help! Ga je stoppen? Ga je stoppen? Ik kan het de hele dag doen. Ik vind het fantastisch. Nou moet je echt stoppen. Echt waar. Neerleggen. Nu! Nee, maar echt. Oké, nu is het klaar. Stiekem heeft Boef mij gevraagd om dit te doen. Hij heeft me 1.000 euro betaald. Boef, ik stuur wat tikkie. Hey, we moeten het even ergens over hebben. Waar wil je het over hebben? Ik doe natuurlijk een beetje mijn research. Ik heb die Instagram voor jou even geopend. Het is nou niet dat ik werd overladen met positiviteit. Ik bedoel, en dan heb ik het even over de reacties. Hè. Ik zag heel veel... Ik zag allemaal kak, zag ik. Wil je echt een heel eerlijk antwoord? Ja. Ik ben half Marokkaans, half Irakees. Ik denk dat ik best wel veel barrières open heb gebroken. Ja. Hoe dan? Ja, gewoon, ik ben wel de eerste Marokkaanse vlogster. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ja, ik hou gewoon van kleding. Ja. Ik vind zingen heel leuk. Ik doe gewoon alles wat ik wil. Ook al vinden mensen dat je daar beperkt moet zijn. En dat gevoel heb ik gewoon niet. Ik ben ook niet zo opgevoed of zo. En zij vinden dat dan een soort van niet kunnen? Ja. Daar komt het gewoon, denk ik, echt basically op neer. Als het bij mij zou gebeuren, dan zou ik echt even een beetje gaan huilen. Bijna een jaar geleden, toen het net uit was. Toen dacht ik, gadverdamme zeg, krijg ik echt deze shit over me heen? Toen vond ik het super oneerlijk. Toen dacht ik, mensen zijn echt nasty. Ja. Wat is het grootste verschil met waar jij bent opgegroeid en zo'n plek als dit? Amount of arbeid, wat hier ingaat. Wat deed je dan? Gewoon een beetje chill? Ging gewoon een beetje naar school, een beetje buiten spelen. Ik vind het super hard dat deze mensen dit doen. Want eerlijk is eerlijk, anders... Ik had het niet gedaan. Snap je wat ik bedoel? Waar wil je graag naartoe? Want je bent veel muziek aan het maken. Ik ben nu mijn album aan het afronden. Ik heb een voorstel. Wat wil je, dat ik ga zingen of zo? Nou ja, misschien heb ik wel een gitaartje in de achterbak liggen. Misschien heb ik wel, sorry, maar het spijt me, niet geoefend. Durf je een stukje te zingen? Ja, tuurlijk. Oh, dan moet ik even de gitaar. Ja, ga dan. Het beste met je voor, maar stel je nou eens voor hoe het is om pijn te hebben en jij geeft geen gehoor. Altijd was je koud, maar waar deden wij het voor? Zetten alles boven alles, maar de liefde die bevroor. Omdat jij zo nodig jong wil blijven, kan niet vooruit als ik vaak om moet kijken. Echt, je acties zal ik nooit begrijpen. Bescherm mezelf, dus blijf ik niet meer bij je. Sorry, maar het spijt me niet. Ik was altijd verliefd. Ik wil dingen met je delen, je begrijpt me niet. Nee, het spijt me niet. Nee, het spijt me niet. Laat je nu in mijn verleden, omdat ik mijn tijd verlies. Woe! Dankjewel, alle geiten. Toch 1300 man publiek, hè? Ja, hey, ik heb het toch geflikt, jongen. Ik ga even een plattelandsliedje voor je zingen, oh, ja? Dat vind ik leuk! Met Gronings accent. Nee, niet het is een American song. Oh, dat vind ik nog leuker. On the road again. Going places that I've never been. Doing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Nou, even mijn BH uitdoen, kan ik hem naar gooien. Ja, kom. We zijn bij de lammetjes. Deze zijn nou ongeveer 2 maanden oud. Die worden hier geboren. Kijk, bij koeien staan de lopende band. Eens in de dag of zo, of 3 dagen. Ja, maar kijk niet. Kijk, nou lopen daar de bokken bij. Die lopen 4 weken bij. En dan 156 dagen verder, dan heb je de piek. En dan heb je 2 weken daarvoor en 2 weken daarna heb je dan de lammetjes. En dan heb je het godsgruwelijk druk. Ja, want anders dan worden er gewoon 10 per dag geboren. Ja, 100 soms zelfs. Yoga. Ik heb het een keer gedaan.
Maar yo, hey bro, rustig. Hey, hey. Dames en heren, welkom bij yoga met Calvijn en Selma. Hey. Ik wil ook aandacht. Je ziet wel dat die vrouwelijke geitjes die hebben... Ja, die weten je te vinden. Je hebt de charme helemaal... Ja, kom maar. Doen we eerst die... Zo, maar hé, maar deze... Hé, blijf... Au! Mijn oren, man. Downward facing dog. Oké. Upward facing dog. Adem in. Kom nou. De yoga les is nog niet voorbij. Ik vind helemaal niks, dat yoga. Tijd voor een quiz. Verdomme. Degene die de meeste vragen goed heeft, is natuurlijk de winnaar. En de verliezer moet een kutklusje doen. Wat dan? Nou ja, daar kom je straks van achter. Ja, of jij. Gijs, ja. Jij bent even de quizmaster. Ja. Dat heb je waarschijnlijk nog nooit eerder gedaan. Nee. Trap hem af. Eerste vraag. Er zijn meer dan 100 verschillende geitenrassen. Ja, dag. Sowieso wel. Sowieso niet. Niet zoveel. Ja, het is waar. Er zijn koude veel, vriendin. Ja, maar 100? 200. Ja. In geitenmelk zit meer vet dan in koemelk. Ja, ik had dat ook al. Ik denk nee. Nee, dat is... Dat is allebei waar. Het is wel waar. Nee, ja, dat is allebei goed. Oké. Okay. Is waar. In koemelk zit meer vet dan in geitenmelk. Als quizmaster is, dat heb je nog niet helemaal goed onder de knie. Voor elke liter melk moet een geit 3 liter water drinken. Ik denk... Niet waar. Het is waar. Ja, allebei fout. Ik dacht ze produceren gewoon melk. Het zit gewoon erin. Ja, melk bestaat maar van 90% uit water, dus we moeten heel veel water drinken. Zullen we dit eruit knippen, want dat was echt een domme reactie. Dat blijft er zeker in. Wow! Een geit geeft 2 liter melk per dag, gemiddeld in Nederland. Daar heb je het dan over. Dat is 3 liter inderdaad. Oh. Ja, normaal nog heel goed. Een geit heeft 4 magen. Quattro formagi. Ik ga voor waar. Ik doe niet waar. Dat is waar. Shit man, ik heb verloren! En zo win je. Ja, maar ik heb het in de stal verteld, dat hij 4 magen heeft. Inderdaad. Pens is er één van. Ja, ik hoorde alleen maar Pens. Nee, Gijs, ik pik dit niet. Dit is, ik ga geen klusje. Oh, dit is dat temperament waar ik al zo bang voor was. Godstuk, Gijs, ren voor je leven, joh. Maar jij bent de Goatmaster. En er staat een kutklusje op je te wachten. De ramenwasser van de stal. Oh, van de stal? Ja. Welke ramen van de stal? Ja, achter de deuren van de zijkant. Weet je wel die dingen waar je doorheen kan kijken? Wow, Gijs, wanneer is dit voor het laatst gedaan dan? Een jaar geleden, denk ik. Een jaar geleden. Dat is te zien. En? Oh, yo. Toch? Groot verschil. Ja, dit is... Ik wil je bijna een compliment geven, maar hey, die houdt het voor me. Selma heeft vandaag een stinkende best gedaan. Maar vind je haar een beetje boerin? Volgende week ook dit, voor de eerste keer. Voor in ieder geval dat je op een boerderij werkt. Dankjewel. Ja, je nagel gebroken, zie je het? 2. Dus Selma survived this far. Ja. Nou, deze geef ik aan jou. Gijs, dankjewel. Selma, I love you. Thanks. Wil je I love you toetrekken? Ja, eigenlijk wel, maar jammer, die zit er niet in helaas. Mensen, bedankt voor het kijken. Rabobank, bedankt voor het supporten van de boeren. En dat ik met jullie deze serie mag maken. Dit was alweer de laatste aflevering. Dus... Tot volgend jaar.